Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag de zesde dag. Ongelooflijk, we zitten al gewoon weer in dag 6. Het gaat zo hard, echt zo hard. Met heel veel moeite is de vlog van gisteren geüpload. Hij wilde heel moeilijk online, helaas, maar hij is online. En ik heb trouwens nog wel een leuk feitje te vertellen. Ik heb namelijk op mijn wenkbrauwen en mijn mascara na al mijn make-up gedaan met adventkalenderspullen die ik tot nu toe heb gehad. Ik heb een soort highlighter achter gehad. Een oogschaduwpaletje. Een lipstick, die heb ik net opgedaan. Het is niet echt blush. Het is een beetje bronzer slash compact powder. Dus voor je hele gezicht. Maar ik heb het een beetje als blush en bronzer gebruikt. En het zit echt heel erg nice op mijn wenkbrauwen na, want ik had natuurlijk geen wenkbrauwpotlood. Dus die heb ik wel gewoon van mijn eigen gebruikt en mijn mascara ook. Voor de rest is alles van de adventkalender. Het is echt heel erg tof. Goed, en we lopen buiten. Even mijn zacht gaan, want hoor ik helemaal niks. Ik loop buiten, ik ben weer uit. Ik heb school gehad, 3 uurtjes. Dat was de moeite. En ik ben er weer uit de bus. Ik heb weer 40 minuten lang in de bus gezeten. En ik ben nu weer onderweg naar huis. Oh jongens, ik ben moe. Ik weet niet waar die moeheid of iets vandaan komt. Maar ik ben de hele dag echt al gaar. Maar de kachels staan in de lokale zo hoog. Maar echt zo hoog dat je er gewoon gaar van wordt terwijl je les volgt. Zo irritant. Maar goed. In ieder geval ben ik binnen nu en 5 minuten thuis. Ik heb op zich geen huiswerk. Alles wat af moet is af. Dus ik heb tegen mijn oma gezegd. Ik had even gebeld. Misschien dat ik daar vanmiddag even een bakje koffie ga doen. Vind ik wel even gezellig. Vooral nog wat te dansen. Ik ben thuis, eindelijk. Ik heb net vanmiddag gegeten. En ik zit me te bedenken wat ik nu nog allemaal aan huiswerk moet doen. Maar volgens mij heb ik niet zo heel veel meer. Ik weet het niet. Er staat niks in mijn agenda, maar ik vergeet nog wel eens wat op te schrijven. Dus ik twijfel een beetje. Wat ik wel ga doen, is ik ga even mijn YouTube video, de outro, even erin zetten. Want dat heb ik ook nog niet gedaan. Moet nog gedaan worden. En ik denk dat het was. En dan ga ik denk ik even bij mijn opa en oma koffie drinken. Het is al 14:45. En dan rond 14:50 ga ik even een bakje doen voor een uurtje. En dan ben ik 16:00 thuis. Dus het is op loopafstand. Dus dat is wel fijn altijd. Goed, de video is geëdit. Ik heb mijn sleutels en mijn mobiel. Dus ik ga even naar mijn opa en oma om lekker een kopje koffie te drinken. Wel even door het koude weer. Daarna toch even lekker opwarmen. It could be also cold. 2 feet of snow. Streets are... Goed, en ik ga weer terug naar huis. Oh, ik heb gelijk van jas even gewisseld. Ik denk, doe deze lekker aan. Deze is wel dikker. Hij heeft geen rits. Dus hij komt hier wel wat kouder heen. Maar het is wel ietsje warmer. Even met mijn oma bijgekletst. Mijn opa was wel even gezellig weer. Ik ga nu naar huis. Het is 16:30. Ik zou tot 16:00 blijven. Maar mijn oma ging de vloer doen. Oh, wat een kipje. Zielig. Die is overleden. Mijn oma die ging de vloer moppen. Waardoor ik dus geen koffie kon pakken uit de keuken.
Dus ik heb het net maar even gedaan. Lekker twee mandarijntjes gegeten. En nu weer naar huis toe. Oh, het is wel koud. Maar ja. Ach, we zijn zo weer thuis. En het gaat trouwens, ze zeggen dat het aanstaande zondag een aantal centimeters gaat sneeuwen. Oh, ik hoop dat zo erg. Ik hoop echt dat het gewoon lekker gaat sneeuwen. En normaal ben ik er nooit zo weg van. Maar ik vind het best wel lekker als het nu eventueel gaat sneeuwen. Ik zou het wel heel erg fijn vinden. Ik vind het gewoon zo leuk altijd de sneeuw. En joh, ik ben toch niet meer van het buiten spelen. Dus voor mij mag het best lekker gaan sneeuwen aankomende week. Het is donker. Heb je het weer even mis? Het is hier best heel fris. Waar is fris? In de koelkast? In de ijskast? Waar is het fris? Fris. Waar is het fris? Buiten. Fris is goed, maar waar is het fris? Ik zou je een beetje helpen. Buiten? Ik dacht. Het is donker. Nou, wat zegt het dan? Is het warm of koud buiten? Het is hier best heel fris. Buiten is het ook fris. Yay! Het is fris. Is het nog warm? Ja. Ik lig in de tuin. Man, het is altijd puin. Ik lig in de ijskast. Ijskast. Oh, die zijn lekker. Die lust ik wel. Maar hoe zit er nou? Oh ja, het is nu nog Sinterklaas, de 6e. Oh, die lust ik wel. Steve trouwens ook. Goed, en ook de adventkalender zit erop. Ik ga even lekker de kerstboom aanzetten. En de vlog editen. Zoals ik al zei, heb ik het gezegd vanmiddag. Ik wilde wat langer met deze vlog doorgaan. En morgenochtend editen. Maar, 1, 2. Maar dat gaat hem denk ik net niet worden. Omdat ik morgen natuurlijk toch wel kort voor 10 de deur uit moet. Even kijken hoor. Op gevoel een stekker in de stopcontact doen. Is echt. Oh ja, dus. Doet dit. Juist, hè. Hij doet het. Hij is aan. Oeh. Ik ga de vlog editen, zodat ik en een chill avondje heb. Want ik ga waarschijnlijk toch alleen maar even eten. En dan mijn gemak houden. Oh, jongens, wat een dag vandaag. Ik heb niet eens een hele intensieve dag op school gehad. Maar toch ben ik best wel erg moe. Ik weet niet wat het is, maar... Oeh, energie kost me heel veel de laatste tijd. In ieder geval, bedank ik jullie voor het kijken naar Vlogmas dag 6. Het gaat zo hard. Voor je het weet is het november, december alweer voorbij. Het gaat echt heel erg hard. Maar ja, ik geniet er natuurlijk wel elke dag van. Waarschijnlijk gaan we het weekend de kerstboom... Tenminste, ga ik het weekend de kerstboom versieren. Beneden komt er geen kerstboom te staan. Omdat we zitten met de papegaaien. Mijn moeder vindt dat een beetje onhandig. Maar er komt wel een heel kerstdorp te staan. Dus ook dat wordt hartstikke leuk. Maar ik ga het weekend de kerstboom opzetten. En ik ga eerst morgen nog natuurlijk de hele dag naar school, vrijdag ook. En dan is het weer weekend. Dus ja, ik bedank jullie voor het kijken. Ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe Vlogmas video. En als je nog niet geabonneerd bent op dit kanaal en je vindt het leuk en je wil meer zien, klik dan even op de abonneerknop aan deze kant hier beneden. En dan zie ik jullie eigenlijk gewoon heel erg snel weer bij een nieuwe video. Tot morgen. Doeg!